we dan Sam Peits. Ja, hallo. Nou, mijn naam is Daisy Zwartepoorten. Ik ben een textielkunstenares uit Rotterdam. En ik geloof dat zachtheid in de kunst een heel krachtig middel is om mensen in ontspanning en in verwondering te brengen. En ik doe dit door middel van zachte sculpturen, gemaakt van wol. En op dit moment onderzoek ik ook of digitaal geproduceerde zachtheid dezelfde effecten teweeg kunnen brengen op de mens, dat dat mijn fysieke werk doet. Ik ben Ruben Dario Kleinmeer. Ik ben fotograaf, beeldend kunstenaar. Ik woon en werk in Rotterdam. Ik maak fotobeelden die gaan over straten, pleinen, landschappen, gebouwen, openbare ruimte. De projecten die ik zelf initieer, die landen in het galeriecircuit. Die zijn te zien in musea aan de Witte Wand. En er zijn werken die doe ik in opdracht en samenwerking met architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers. Mijn naam is Jeffrey Arts en ik experimenteer met digitale softwareontwikkeling en de vertaling daarvan naar fysieke objecten. Basically programmeer ik kunst. Nou, niet makkelijk, ook niet per se saai, maar ik vind het wel heel erg belangrijk. En hoe pak je dat aan? Nou, sowieso bestaat mijn werk uit een bepaalde visie. En mijn visie over het bedrag wat ik daarvoor zou moeten of willen vragen, ja, die vind ik eigenlijk net zo belangrijk. Ik denk, als je mijn werk koopt, koop je ook een stukje mijn visie. En dan steun je mij ook in dat ik die kan blijven uitdragen. Maar hoe sta jij erin? Hoe praat je over gezicht? Nou, ik vind tot op heden wel lastig. Ik denk wel dat ik er handiger in word. Maar dat betekent niet dat het ook op die manier gaat. Dus ik doe best wel vaak een prijsvoorstel. En dat valt bij de een gewoon echt beter dan bij de ander. Maar En als het niet goed valt, dan zijn de meeste opdrachtgevers wel of kopers wel sportief genoeg. Ja. Om in ieder geval daarover in gesprek te gaan. Maar de dans openen, dat vind ik nog wel eens lastig. Ja, dat herken ik ook wel. Ja. Van het weekend had ik iemand die vroeg hoeveel mijn werk kostte. Ik merkte wel dat er wel een kleine spanning was om gewoon dat bedrag over de lippen heen te krijgen. Mm-hmm. Maar toen ik eigenlijk zei wat het kostte en zag ik ook wel een beetje de moed in zijn schoenen zakken van ja, dat is wel heel veel geld. En toen merkte ik dat hij vertrok. En toen liep hij zo de trap af en toen hoorde ik nog zo mompelen. Ja, ik vind het wel heel veel geld. En toen ben ik naar mijn buurvrouw gegaan. Ik zeg, ja, vet. Zeg maar van, ik heb gewoon mijn prijs genoemd. En die persoon kon het zich niet veroorloven. Maar vond het dus wel, zeg maar, het is wel gewoon waard. Ik weet wel, het is voor mij waard. En op het moment dat ik dat, ja, niet op, mijn eigen werk niet op waarde schat. Ja, dan hou ik dat eigenlijk al op. Ja. En als jij merkt dat eigenlijk dus iemand van je prijs schikt of daar iets van vindt, zou jij je dan graag willen verdedigen? Of voel je die noodzaak niet? Of niet per se verdediging, maar om deze persoon in kwestie, die gaf inderdaad van toen ik mijn prijs noemde, is dat onderhandelbaar? Ik zei nee. Ja, te gek. Dat is super dapper. Dat is super dapper. Sowieso volgens mij een enorme fijne manier om in het leven te staan, toch? Ja, dat ik wel die balans beter moet zien. Tijd. Ja, zeker, ja, wel. Zeker wel. Ja, ik vind het wel grappig. Stel, dat is net iets anders in. Ja, ja, ik heb toch altijd het idee dat als je met een bepaalde humor iets wil benaderen, maar die humor die wordt niet gedeeld, dat het ook heel snel heel ongemakkelijk kan worden. Ik heb dan toch meer de neiging om heel enthousiast en vrolijk over mijn werk te vertellen. En dat de liefde die ik voor mijn werk voel, dat ik dan hopelijk, omdat gesprekjes toch vaak kort zijn, om dat dan over te brengen. En ja, met humor heb ik niet heel vaak het idee dat dat lukt. Naar mijn idee heb ik niet zo'n heel goed gevoel voor humor. Maar doe je het ook? Misschien is het niet letterlijk met een grap, of misschien gaat het niet letterlijk over munten. Maar volgens mij, het begrip humor gaat volgens mij wel over een bepaalde luchtigheid en op bepaalde open manieren met elkaar om kunnen gaan. Of elkaar kunnen vinden.
En zodra dat met andere mensen kan, dan kan er daarna ook een hele hoop meer. Niet alles hoeft deadly serious. Kunst is een hele serieuze en stevige discipline. Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn. Maar wat nou als door die humor, dat het gesprek op een gegeven moment toch een beetje, dat je toch de controle daarin over kwijtraakt. En dat het dan in ieder geval naar een kan neigt dat eigenlijk niet meer leuk is. Daar kun je toch in doseren. Daar kun je toch in doseren. Daar kun je toch in, volgens mij. Hoe doe je dat dan? Het gesprek begon volgens mij ergens anders. Weet je wel, zoiets. Dan koppel je even terug. Ja, tuurlijk. Ja. Nogmaals, ik denk, ik doe het werk graag. En volgens mij wordt het enthousiasme dat ik erin stop, wordt aan de overkant ook gezien. Dus dan kunnen we het volgens mij ook, misschien niet letterlijk met humor, maar wel met enthousiasme en gedrevenheid over het onderwerp hebben. En dan kan het allerlei kanten uitwaaien en then it's fine. Ik denk dat wel ook, en dat is ook een beetje wat jij zegt, of je die humor wel of niet kan toepassen, heeft ook te maken met het werk. Zeg maar, de manier in ieder geval ik er naar kijk, is dat alle meta-informatie rondom je werk wat je maakt, maakt onderdeel uit van het werk. Zeg maar, als jij, dat is ook als je een foto ophangt in een galerie, wordt het op een andere manier waargenomen dan wanneer die in een rommelige studio staat. Ja, ja. En ik denk dat dat voor prijs ook ergens wel een rol is. Dus wat ik bijvoorbeeld wel doe, is ik doe al mijn prijzen. Ik werk dus heel veel vanuit de computer. Dus dan werk ik met het binaire systeem. Dus alles. Ja, ik doe al mijn prijzen in plaats van dat ik op een 10-tal afrond, rond ik op een 8-tal af. Alright. Dus in plaats van dat het een werk 1000 euro kost, kost het 69 of 1024. Ja, want dat zijn weer die termen vanuit die computer. Ja. Ik weet niet per se, dus voor mij is dat niet per se humor, maar dat is, of dat dan wel of niet humor is, is meer aan de aanschouwer dan aan mij. Voor mij is het gewoon. Jij beleeft er heel veel plezier aan. En dat is toch wel, maar volgens mij zit daar in een enorme knipoog. Ja. Dat je heel doelbewust bent van ga ik nou voor ronde getallen of doe ik zelfs, maak ik zelfs van mijn prijs een werk. Ja. Zeg maar. Ja. Want dat heb je weggegeven aan de computer, tenminste. Je hebt precies de computer dat, je vriend gemaakt om dan tot een nummer te komen. Ja, die manier van denken die je daarin pakt, die neem je daarin over. Ja. Dus daar zit wel een stukje humor in. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Dus uiteindelijk is er toch wel iets wat je over na moet denken als je iets maakt. Dan maak je keuzes in en uiteindelijk moet er toch brood op de plank komen. Dus je moet in je maandbegroting, moet je er toch rekening mee houden dat je aan het eind van de maand genoeg geld overhoudt. En aan de andere kant kan je dat dan ook weer zien als een positief ding. Want doordat je een gebrek aan resources hebt, word je vaak wat creatiever. Maar ik merk juist tegenovergestelde dat er, als ik echt heel krap zit in de financiën, dat ik juist dan heel erg stagneer. Omdat. Dat is ook zeker. Ja, omdat als er dus geen geld is, dan voel ik dus ook niet de ruimte om te experimenteren. Wat ik voor mijn werk heel erg belangrijk vind. En ik durf dan ook geen risico's meer te nemen. En ik geloof wel heel erg in dat goed werk toch wel voortkomt uit lef hebben. En. Ja, dat heb ik dan beduidend minder. Mij maakt het niet zo uit of dat geld dan ook daadwerkelijk binnen is gekomen met mijn creatieve werk. Of dat ik aan dat geld op een andere manier ben gekomen. Dus door middel van een bijbaan of een sponsoring of er zijn zoveel mogelijkheden. Ik investeer dat dan graag in mijn werk. Maar die zoektocht daarna, dus naar die sponsoringen zoeken en naar die bijbaan zoeken of in ieder geval je tijd daar aan besteden, dat leidt dan toch af van je creatieve werk? Ja, zeker. De tijd die kan je niet op twee plekken tegelijk investeren. Maar ik denk wel dat je, als je je daarmee bezighoudt, je wordt natuurlijk net als in je werk, word je ook steeds sneller en steeds beter. Daarin. En ik denk dat je op een gegeven moment wel je drive vindt waar mensen op aangaan en niet. Waardoor je misschien dus ook weer sneller aan dat geld komt. En ik denk als je dat punt bereikt, dat dan heel erg leuk wordt. Die daar iemand heel erg aan leest. De zoektocht naar budget is een onderdeel van het werk. Ja, maar dat is niet creativiteit. Nou, jij denkt eraan hoe jij het vult. Hoe pak jij dat dan? Want ik zie dat totaal niet zo. Ja, ik zeg niet dat het op die manier rolt.
Er is een bijzonder hoogleraar in de fotografie. En die heeft 2 keer, 3 keer op rij een boekwerkje uitgegeven over hoe je een goede reeks kunt componeren. En zelfs hoe collega kunstenaars zo'n project hebben gefinancierd. En dan kom je dus op het spoor van de een die crowdfund het en de ander die werkte dit uit in richting een tentoonstelling. En daar zie je allemaal verschillende manieren hoe je een project gefinancierd kunt krijgen. Ik vind dat juist eigenlijk wel... Wel boeiend. Gewoon keuzes die je misschien zelf niet in de vingers had, maar die wel heel goed zijn om tot je werk te komen. Ja. Ja. Nee, ik ben succesvol als kunstenaar wanneer ik het experiment en het onderzoek wat ik uitvoer kan blijven doen. En wanneer de resultaten daarvan gewaardeerd worden, op zijn minst door mezelf. Ja. En het liefst nog breder. Ja. Maar het begint voor mij als autonoom kunstenaar wel gewoon bij mezelf. En geld is daar niet een factor van. Zeker omdat ik denk dat hetgeen waar ik mee bezig ben nog niet breed begrepen wordt. Het is ook maar net in welke tijdgeest je werk zich bevindt. En of dat op het moment aansluit bij grote groep kopers of niet. Juist. In mijn geval, als ik als digitaal maker nu meer wil gaan verdienen, dan moet ik gewoon met AI gaan knutselen, want dat is wat gewoon de trend nu is. Mm. Maar daar blijf ik zo ver mogelijk vanaf, want dat is niet interessant voor mij als maker. Ja. Ja, ik sluit me wel aan bij jou. Ik vind eigenlijk ook dat geld niet per se de waarde over mij of over mijn werk, of dat het dus veel verdienen van dat geld dan bepaalt of het goed is of niet. Ik denk toch, ja, je stelt jezelf wel doelen. Hè? Stel aan het begin van een jaar, dan denk je, nou, dit zou ik toch wel dit jaar willen bereiken. Met mijn werk of met mezelf. En ik denk toch dat ik mezelf het meest succesvol vind als ik ook daar dan op terug kan kijken. En dat ik denk, ja, weet je, die doelen die ik mijzelf heb gesteld, heb ik toch echt wel gewoon gehaald. Dus jij bepaalt eigenlijk je eigen kader waarop je je succes definieert. Ja, zeker. Nou ja, ik denk ook wel dat ik de enige ben die dat voor mezelf kan bepalen. Zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, dit is zo'n... all the way in, zeg maar. Maar er zijn best een aantal werken die maak ik in opdracht van anderen. Dan ben je gegarandeerd dat daar straks een honorarium aan gekoppeld zit. Er zijn ook projecten die duren vele malen langer, die lonen pas veel later. In beide gevallen sta ik gelukkig achter de camera. Daar word ik sowieso heel vrolijk van. Dus met de camera op pad maakt dat ik soort het leven kan leiden dat ik wil. Dat ik nog meer werken liever vertoond zie in het galeriecircuit. Ja, dat is iets waar je gewoon langzaam naartoe moet groeien. Maar tegelijkertijd in de opdrachten ben ik ook gewoon aan het practicen dat het aan de galeriewand nog beter kan. Dus ja, natuurlijk gaat geld en succes gaat natuurlijk best wel ver met elkaar samen op. Weet je? Die twee zitten best wel aan elkaar gekoppeld. Dat is wel gewoon zo. Maar je hoeft je ook niet helemaal gek door te laten maken dat het zulke hoge cijfers hoeven te moeten worden of zo. Ja, de praktijk van de dag geeft daar niet altijd ruimte voor. Ja, maar ik vind het wel lekker om erover te praten. En ja, niet, ja, ja, zeg zeker, maar, zeker. In plaats van er alleen over te denken. Ja, 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 dat precies. Dat kan ik op mezelf namelijk ook heel goed. Maar het is wel een andere dynamiek waar je het samen over... Solo kan ik het ook heel goed. Maar dan gaat het eerder snel naar de nagelbijterij en de twijfelerij, zeg maar. Ja. Het is wel gewoon erg interessant is dat... Ja, het kunstenaarsvak dus ook wel wordt gezien... niet alleen maar visuele expressie van wat we vinden. Maar dat ook dit wel degelijk een onderdeel is... waar wij zich als creatief makers mee bezighouden. En dat ook niet hoeft onderschat te worden.
door omgeving. En dat mensen die misschien juist ook starten, ook beseffen dat, dat dit onderdeel net zo goed van belang is, ja, in je werk om te bespreken. En dat je ook je mening over kan hebben en mag ventileren.